Zie je dat? Er wordt vandaag, ja, ik zag vanochtend wel een paar kleine chemtrailtjes. Op een of andere manier denken ze, ja, we moeten toch een heel klein. Maar gisteren was het zo'n mooie blauwe lucht. Geweldig. Maar wat ik me afvraag, hè, ik weet niet of iemand dat weet, maar hier. Unlimited. Nou, hier, hier gaat het om. Ja. Overal is China op de vaccinatiebuisjes van de coronavirus. Overal zit dat tekentje op. En wat het is, ik zou het bij God niet weten wat het is. Overal zit het erop. Ik denk als je dat door een computer laat analyseren, dan krijg je gewoon het hoofd van puntje, puntje, piep te zien. Heel apart. We hopen op jouw situatie, ja, ja. Ja, we hopen die begrippen voor deze situatie. Nou, begrip, we worden in de boot genomen hier. Hier staat het gewoon. Hier, hup, weer eentje. Hier, 5G, huppatee. Unlimited, nou, dat is zeker unlimited. Dus, je kunt het gelijk zien, hè. Hup, niks gevlogen. Ja, die koudjes, maar die worden ook wel. Over een paar heb je ook geen koudjes meer. Heeft gemeente ze het voor alles dichtgemaakt. Nou, daar zitten die zendertjes in van hun. Ook grappig. Maar, nou ja, laten we zitten in ieder geval. Ken F en Compact, moet je dat maar eens kijken over coronavirus. Very, very strange. En weet je wat ook, weet je wat ze ook niet verteld hebben? Nou, dat er in 2020 een tekort bij de banken zou zijn van 7.500 miljard. Oh. Waarom? Omdat Draghi allemaal geld bijpompt en de rente zo erg verlaagd heeft dat de banken geen overleving, dat de banken zijn daardoor kapot gegaan. Tot Draghi. Grappig. Hoi. Nou. Ja, als je iedereen kent, zegt iedereen je hoi. Hoi. Dus. En wat mensen ook niet weten, in Denemarken heeft de regering toegestemd, of eigenlijk gezegd, dat iedereen verplicht geënt moet worden tegen corona. Verplicht. Kun je niet weigeren. Toen vroeg die man van KenF en van Compact van, ja, maar dat gaat de politie en het leger toch nooit doen. Weet je wat hij toen zei? Ja, nee, Europa heeft ook nog een paar nieuwe wetjes gemaakt. Oh, wat dan? Ja, dat de doodstraf verboden is in Europa. Nou, dat klinkt goed. Behalve in crisissituaties en noodsituaties. Op dat moment gelden die regeltjes niet. Oh. Dus, ja, dus dan is elke agent, iedereen die dan er mee moet doen, politie, soldaten, geheime dienst. Als je het niet doet, weet je wat er dan gebeurt? Paf! Dan dien je als voorbeeld voor de anderen. Ha ha ha. Doe het ook.